Ik wist al heel vroeg in mijn leven dat ik het bedrijf wilde overnemen. En daar hoefde ik niet heel lang over na te denken. Mijn verantwoordelijkheden zijn bedrijfseconomische zaken, personeelszaken en de glasteelt in ons bedrijf. Wij doen een innovatie 1 hectaar zonder gewasbeschermingsmiddelen telen om te leren hoe we aardbeien in de toekomst ook moeten telen en vooral welke rassen. En wij telen een stukje daglichtloos om te leren hoe we meer uit een aardbeienplant kunnen halen. Op de HAS heb ik de basis van teelt van plant geleerd. De basis van economische zaken en een stukje marketing. En eigenlijk overal de basis van. Dat zorgt ervoor dat je als ondernemer zijnde overal op kunt inspelen en je overal een stukje in kunt verdiepen.